De komst van een parkeerplaats waar betaald moet worden op het Dordtse Leerpark lost niet zoals gedacht de parkeerproblemen op. Omdat steeds meer studenten en personeelsleden met de auto kwamen, werd in januari van dit jaar het betaald parkeren voor een deel van de parkeerplaatsen weer ingevoerd, nadat het eerder was afgeschaft. Op de parkeerplaats staan bij de ingang en de uitgang slagbomen. Bij de uitgang staat bovendien een betaalautomaat waar 2 euro in gegooid moet worden. Pas dan kan je naar buiten. Vanochtend reed een aantal automobilisten de parkeerplaats op en vond daar geen parkeerplaats meer. En kon alleen door betalen het terrein weer verlaten. Het was vanmorgen niet de eerste keer dat personeel en leerlingen met het probleem geconfronteerd werden. Soms is er plaats en soms niet en dat kun je niet altijd zien. Want dan rij je naar binnen en dan staat daar zo'n vaag automaatje. Dat is de enige manier om naar buiten te kunnen. 2 euro dokken. Ja, klopt. En dat is zuur. Zeker als er geen plaats is, dan betaal je voor een rondje over de parkeerplaats. En dat is jammer. En veel autobezitters balen van de situatie op het Leerpark. Ja, het is bijna elke dag een chaos. Ja. Ja, echt waar. Ja, moet dat nou eens opgelost worden, hè, dat parkeerprobleem hier? Ik vind dat ook. Ik vind dat echt moet opgelost worden, want het is een beetje... Ja. En door het parkeren bent u nu ook echt te laat? Laat. Ik kan niet door. Iedereen kijkt niet door. Dus... Echt, ja, ik weet niet. Het moet anders geregeld worden. Ja, eigenlijk wel. Dat dit is het van de school. Ja. U moet nu heel snel naar school, hè? Hey, succes met de toets! Het Da Vinci College en de gemeente erkennen dat de proef met betaald parkeren als mislukt beschouwd moet worden. Nou, dat parkeerplekje is indertijd aangelegd om de parkeerdruk die er was in de buurt te verminderen. En die loopt inderdaad nu ook alweer tegen zijn maximum aan. Afschaffen daar dus dat betaald parkeren, zou je zeggen... Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik denk het niet, want daarmee los je het probleem niet op. Nee. En er zijn ook parkeerplaatsen in de buurt natuurlijk. Die zijn niet betaald, die staan ook vol. In de loop van de ochtend was het gelukkig de beveiliging van het scholencomplex die de automobilisten tegenhield. En waar nodig, automobilisten naar buiten liet. De gemeente Dordrecht die zoekt al lange tijd naar oplossingen en gaat daar voorlopig moedig mee door. Op korte termijn kan ik geen grote verbetering. Zou ik toch zeggen, er gaat een bus, pak de fiets. Zeker op dit soort dagen. Ja.